Goedenavond, plezant om hier nog eens terug te zijn. Ik zie dat ik hier met een aantal van jullie gezichten in 2009 nog feest gevierd heb. We hadden niet gedacht dat we vandaag op deze manier in deze zaal gingen zitten om nog op dezelfde manier over het thema te spreken. Het feit dat jullie allemaal zijn, is fantastisch. We hebben dus in 2012, zoals Wim zei, een tunnelcongres gegeven. En graag wil ik nog even storen wat we toen hebben gebracht. Hier een beetje, eigenlijk al een verhaal uit de jaren 60. In de jaren 60 was men zich al bewust dat snelwegen en steden, dat dit niet samenging. Dat dit de wereld was van de Batman. En dat je dus moest verhelpen. Nog meer zelfs, een beeld uit 1925. Hoe de stad futuristisch er in 1950 zou uitzien. En dan zie je dat in dit beeld al heel uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven van de bovenste verdieping, laat ons maar zeggen het gelijkvloers, dat is voor de voetgangers. Wel, de Vlaamse regering heeft, laat ons zeggen, nog een paar jaar om dit ideaalbeeld 100 jaar nadat het is bedacht te realiseren in Antwerpen. Een ander beeld, hier over Manhattan, waarin dat men ook al in de jaren 30 erover nadacht van kijk, misschien moeten we wel eens gaan nadenken over circulatie op verschillende niveaus, maar opnieuw werd er toegesteld van het gelijkvloersniveau is voor voetgangers. Lang duurt dat niet. Hè? Je hebt freedom, my car, of my car is my freedom. En men begint in de jaren 30 ongelooflijk te gaan denken over de mogelijkheden die die auto's toch hebben en hoe dat we ingenieus kunnen omgaan om toch maar meer ruimte te bieden aan die voertuigen. Een snelweg op 6 niveaus, stel je voor, is dit niet wat. Hè? Highways of the future, waarbij dat terrein op gelijkvloers rijden, dan de bussen op het eerste verdiep en dan daarboven nog eens een snelweg. Geweldig toch zo. En dan gaan de kinderen, die krijgen boekjes en in die boekjes zie je straaljagers vliegen, futuristische wagens. Is het verbazend dat iedereen droomt van snelwegen vlak voor zijn deur? En een stad in de jaren 60 als een droombeeld, of de jaren 50 liever, hoe ziet het eruit? Ja, die snelwegen, ze kunnen niet dicht genoeg bij de woningen staan. Meer nog, snelwegen aanreiken alsof dat je gaat schenken als een geboortecadeau. Hè? Misschien moet de bank eens aan denken om nog zo'n volgertje uit te geven. Architecten die fier zijn over het feit dat ze viaducten creëren. Hier een beeld van Nervi in Rome. Ik zie vandaag geen architecten nog in het midden van een viaduct gaan staan en dan vervolgens nog eens gaan poseren. Louis Mumford was in 1961 ongeveer de eerste die met een boekje The Highway and the City eigenlijk ons allemaal terug een spiegel voorhield. En aangaf van, dit loopt niet goed. Snelwegen en steden, dat gaat nu eenmaal niet samen. En van Mumford onthoud ik een uitspraak die hij, want hij kon in heel gevat in een paar zinnen alles zeggen. Hij zei op een bepaald ogenblik, forgot the damn motorcar. En build cities for lovers and friends. Kan het beter gesteld worden? Als we nu eens kijken naar ons eigen Belgieland, hè, en we kijken naar ons snelwegennet, en we prikken gewoon de plaatsen waar dat veel mensen wonen in de buurt van de snelweg, dan zijn dit de prikkertjes op de kaart. En zie je in Antwerpen zomaar eventjes 3 prikkertjes. Als we bovendien nu nog eens kijken waar rijden op dat hele snelwegennet, waar rijden daar nu het meeste voertuigen, of liever gezegd de meeste wagens? Ja, Antwerpen krijgt er nog een prikkertje bij. En als we nu ook nog eens kijken, waar rijden nu ook nog eens de meeste vrachtwagens op dat wegennet? Exact weer op diezelfde plaats. Met andere woorden, als er in heel België één plek is waar moet worden nagedacht over een oplossing, over hoe dat men bewoners kan een betere leefomgeving geven en die snelweg oplossen voor hun, dan is het wel in Antwerpen. En de kaart toont het perfect als je ziet hoe dicht dat de bewoners in Antwerpen, dank u vriendelijk, doordat de bewoners in Antwerpen werkelijk ontsloten zijn door die ringweg. Het doet mij een beetje aan denken het hele PAM-verhaal en het geweldige dat zo'n project tot stand kan brengen aan het hele asbestverhaal.
Ooit werd er die asbestpluimpjes werden die in de hand genomen als een magisch nieuw product. Is er één vrijwilliger die bereid zou zijn om vandaag de dag nog deze foto te laten nemen? En het is een beetje op deze wijze dat ook een prachtige brug werd voorgesteld. Deel van het imagoverhaal, omdat men heel goed besefte al in 1997, als we dit ding niet verkopen, dan gaat het er nooit komen. En in die zin is een uitspraak van gewezen minister Livina de Meester toch wel treffend. Ze heeft bij haar afscheid ooit gezegd van: ik heb de Vlaamse bouwmeester aangeduid om een mooie brug te maken voor Antwerpen. Met andere woorden, de bouwmeester zat mee in het complot. En dus in 2009, kort na de volksraadpleging, was het Patrick Janssens die zei van: er is enorme druk om door te gaan. En gelijk heeft hij, want als we vandaag vaststellen wat er aan de hand is, dan stellen we vast dat die druk er nog steeds is. En dan was er een ander artikel die zei: iedereen wint met de lange Lambertine. Patrick Janssens kreeg een tunnel, Bart Leverand zijn tracé, Chris Peters kreeg de regering, alles politiek prachtig in evenwicht, net voor de volgende verkiezingen. Alleen Antwerpen blijft zijn snelweg houden midden in de stad. Mumford zei ook: I'm a pessimist about probabilities, but I'm an optimist about possibilities. En daarover wil ik het nu in het volgende deel ook met jullie hebben. We gaan een beetje een reis maken, we gaan door heel de wereld gaan om allerlei tunnels te gaan bekijken en we gaan klein beginnen en groot eindigen. Het eerste die ik wil tonen is Parijs Place de l'Europe. En ik zou dit een beetje beschouwen als decor. Kijk eens wat een mooi stadswijkje, zelfs een marktplaatsje. En het wordt dat bijzonder cynisch als we dan het hele verhaal van dichter net erbij plaatsen. Waarover gaat het? Ik noem dit tunnelfassadisme. Het is te zeggen, je maakt een brug en je voorziet die van een paar gevelwanden. En mensen die gewoon kunnen in de straat doorwandelen, hebben gewoon geen clue dat ze eigenlijk over de snelweg heen aan het gaan zijn. Ze zien het niet, maar hij is er uiteraard wel en zijn gevolgen evenzeer. Waarom heb ik het hier destijds bijgestoken? Omdat dit, wat de havenschepen van Antwerpen betrof, was dit voor hem eigenlijk het beeld dat hij had van het overtunnelen van de ring. 87 meter. Ja, daarnet heeft Dirk het erover al gehad, Dallas. Ook daar heeft men ontdekt dat snelwegen doorheen de stad toch eigenlijk niet zo'n geweldig idee zijn. Over een afstand van 375 meter in het hart van de stad is men daar gaan overkappen. En zie maar wat een brede snelweg dat is. Het kan dus behoorlijk breed. Vandaag de dag is dat project volledig uitgevoerd. En ik lees, er zijn nog steeds trucks aanwezig. Maar dan wel in het park, en dat zijn dan food trucks. Kleine restaurantjes waar je iets kunt eten, je kunt yoga doen op het plein en zo verder. Maar de snelweg die is verdwenen. En een bijzondere stadsontwikkeling is dat tot stand gekomen. We kijken snel nog naar wat beeldmateriaal van Dallas en hoe dat het daar in zijn gang is gegaan. En het is bijzonder snel verlopen en je kan bovenop die snelweg dus echt wel een fatsoenlijk park aanleggen. Het is dus een kwestie van willen. Goed, het volgende project, we steken terug de oceaan over, we gaan naar Sydney. En daar hebben we de Kyle Expressway, 574 meter, een project, want dit is nog niet gerealiseerd, die wens is van de stad Sydney om eigenlijk een oplossing te bieden opnieuw aan een viaductconstructie die net eigenlijk de relatie met de haven onmogelijk maakt. Wat bijzonder cynisch is van het hele verhaal, is dat dit voorbeeld werd destijds door de BAM aangehaald als een geweldig voorstel hoe dat we de viaduct aan het Sportpaleis zou kunnen inkleden om die dan toch weer netjes en leuk te maken. Terwijl ze Sydney ondertussen van dat ding afvullen. En dus die inderdaad een project aan het maken zijn om dat ook te gaan realiseren. We zijn ondertussen aan 620 meter gekomen en we zitten in Keulen aan Bleistadel, waar dat men dus ook de snelweg, de autoroute, de hoogte van de Rijn aan het overkappen is, om op die manier opnieuw de stad in zijn relatie met het water terug mogelijk te maken.
620 meter. En hier zie je de ingang van de tunnel en hier nog een beeld van hoe dat de dagdagelijkse relaties, de burgers en het water zijn terugverenigd. We keren terug even naar Sydney voor Darling Harbour, waar een ander project die geleid wordt door Jan Gehl. Jan Gehl, die eigenlijk de hele wereld rondreist als architect, stedenbouwkundige en overal gevraagd wordt om opnieuw steden terug te geven aan zijn bewoners. En stevast in die projecten heeft men het ook over terugbrengen van de bewoners naar de stad. Dat betekent evenzeer het terugdringen van auto's in die stad. En dus ook hier zit Sydney Darling Harbour. Je ziet de viaductkaars. Kijk, ik heb hier wel een lichtje, denk ik, liggen. En je ziet daar die viaduct die de hele baai omsluit. Doelstelling is om die volledig te gaan ondertunnelen en terug die baai vrij te maken als stadsweefsel. We komen terug een beetje dichter bij huis en we gaan naar Parijs. We zitten intussen aan 1360 meter. En daar heb je dus een stukje van de Autoroute du Nord die volledig overkapt is geworden. Hier zie je het beeld voor de werken. Een situatie die we hier ook kennen eigenlijk in Antwerpen. En waarbij dat je duidelijk ziet dat er geen enkele relatie meer bestaat tussen de twee woonblokken aan de beide zijden van de straat of boulevard. Men heeft die volledig overkapt. En vandaag de dag is dat een park, wordt daar gespeeld. En is dat opnieuw een buurt geworden waar dat aan hun leven is. En zelfs bomen zien ze op dat dak, ze groeien die dingen. En ook in Hollywood vandaag de dag, zelfs daar is het niet langer de ode aan de wagen, maar ook daar is men zich bewust van, we moeten proberen onze snelweg, hier de US 101, te gaan de impact daarvan verkleinen en ons stadsweefsel terug mogelijk te maken. Hier een project om dit mogelijk te maken. Vroeger een mooie postkaart om te zeggen van hoe geweldig dat is, zo'n snelweg. Vandaag de dag wil men af van dat ding en zijn er projecten om op een bijna futuristische manier over een afstand van 1600 meter het geheel te gaan overkappen. En ze hebben daar ook een heuse campagne voor, à la ademloze straat de generaal Ringland, zoals hier het geval is. We komen stilaan bij de Grote Jongs, 1700 meter, en we zitten in Maastricht, waar dan men de snelweg A2 ondertunneld heeft. Die werken zijn al in belangrijke mate opgeschoten. En waar dat dus zelfs een snelweg gemaakt wordt op twee niveaus. Een hele klus om midden in een stadscentrum zo werken uit te voeren, maar technisch is dat vandaag de dag uiteindelijk ook haalbaar. Hier ook een project waarbij dat dus heel duidelijk de stad teruggegeven wordt aan zijn bewoners. Dit is een beeld van vandaag, of liever gezegd het toekomstbeeld voor Maastricht A2. En hier krijg je zelfs een snelweg op twee niveaus. Het is te zeggen, het doorgaand verkeer zit in de onderste en het lokaal verkeer zit in de tussenverdieping, laat ons maar zeggen. Vandaag Maastricht, morgen Maastricht. De volgende is Düsseldorf, Rheinufertunnel, 2000 meter. We komen echt wel bij de Grote Jongens. Project gelijkaardig zoals we gezien hebben bij de Rijn in Keulen, waar dat de hele oeververbinding met de stad terug wordt gewonnen op de wagen die er eerst aanwezig was. En dan een beetje een uitzonderlijk project. We hebben het nu al zo vaak gehad over tunnels. Er zijn al andere manieren om eigenlijk, laten we maar zeggen, circulatieassen te gaan hertekenen. De High Line in New York was eigenlijk een oude trambedding, metrolijn, die in onbruik geraakt was en die er na verloop van tijd zo uitzag. Tot een aantal architecten eigenlijk beseften van dit is eigenlijk nog zo gek niet zoals het er nu uitziet. En vervolgens is een project ontstaan om dat hele viaduct eigenlijk te laten staan, want dat zijn geweldig robuuste constructies, maar gewoon door het een andere invulling te geven, te geven en te schenken aan zijn bewoners, krijg je een hele nieuwe wandelweg van 2200 meter en geeft een totaal nieuwe beleving aan je stadscentrum. En ik herinner mij toen we met die dingen bezig waren,
is het idee ontstaan tussen Manu en mij van, als je dit nu eens doordenkt, ook het viaduct van Sportpaleis, we gaan dat niet meer nodig hebben. We gaan dat niet meer nodig hebben voor ons verkeer, maar we hebben de gelegenheid gehad om met een van de medewerkers van Bruggen en Wegen destijds te praten, die, laten we maar zeggen, alle tekeningen gemaakt heeft voor de snelwegen in Antwerpen. En die man vertelde ons dat dit project voor de viaduct aan het Sportpaleis, dat daar moest zoveel beton in zitten dat door Vlaamse aannemers werd geleverd, als dat er staal in zat dat door Waalse firma's moest geleverd worden. Het resultaat is dat we een constructie hebben die eigenlijk wellicht ons allemaal en de volgende drie generaties kan overleven. In die zin zou je de vraag kunnen stellen van, als we daar zo'n geweldige constructie hebben, waar nu kamions op donderen, dan hebben we evenzeer een geweldige constructie om een viaduct bos te gaan maken, bij wijze van spreken. Het kan een groene link worden in Antwerpen. Uniek in de wereld. Nergens anders zou men zoiets hebben waarbij dan een groen scherm heeft dat erover gaat. Maar, laten we zo duidelijk zijn, enkel met een oplossingsmodel waarbij dat er geen doorgaande snelweg komt door Antwerpen, zou er een mogelijkheid bestaan om die viaduct ook te gaan behouden en een nieuwe functie te gaan geven als groene wandelruimte doorheen de stad. Goed, terug naar onze tunnels, Montreal, Ville-Marie, waar men al een tijd mee bezig is en nog altijd verder denkt om nu ook tot 3000 meter lang te gaan ondertunnelen en in belangrijke mate dus ook het stadsweefsel terug te gaan herstellen. Je ziet hier, zoals het wel vaker is, met snelwegen dwars door de stad en nu allerhande overkappingen die gerealiseerd worden. Telkens met hetzelfde objectief, parken aanleggen, stedenbouwkundige versterking, nieuwe ruimte om te leven in de stad. In Basel heeft men nog een ander staaltje gedaan. Daar zat men ook met de snelweg E25 en E35 die met elkaar verknoopt werden doorheen Basel. En men heeft die ook gaan ondertunnelen, maar dan heeft men het in combinatie gedaan. En dan gaan we even snel doorlopen. Je moet van de ene oever naar de andere, de Noordtangent in. En dan heeft men het aangepakt, wel zoals steeds, de snelweg gestart, hij krijgt een tunnel. Maar dan vervolgens gaat hij onder de vorm van een tunnel die hangt onder de brug naar de overzijde, waar dat men heel smal tussen de straten in er is in geslaagd om daar de tunnel te realiseren om dan vervolgens de knoop te maken met de E36. Het is de plek waar dat eigenlijk aangetoond wordt dat naar techniciteit toe, dat in zaken tunneltechnologie, dat er quasi geen grenzen die meer bestaan aan de mogelijkheden die kunnen gerealiseerd worden. We gaan naar de Promenade Plantée in Parijs, die dan opnieuw een beetje een kopie is van wat we gezien hebben in New York met de High Line, maar dat het ook over een metrolijn gaat, alleen over een langere afstand van 4500 meter. Ook daar heeft men dus een promenade gemaakt op de bestaande metrolijn, wat op niveau een nieuwe structuur heeft gemaakt binnen de stad. Opvallend, ook dit project werd door de BAM voorgesteld, niet om er dan boven te gaan wandelen, maar als zijnde de aankleding van een prachtige viaduct waar dat dan 16 rijstroken op liggen met kanons. Voilà, kijk, evaluatie van mogelijkheden bij mobiliteitsoplossing. Je moet er wel opkomen bij de BAM. Hamburg A7. Ook daar zitten we nu al aan 4800 meter tunnel in continuïteit. En wat ik ook wel opvallend vind in deze situatie in Hamburg, je moet eens kijken naar dat gebied en zie eens hoeveel groen dat hier allemaal is. En die tegenstaande dat hier zoveel groen is, vindt men het in deze samenleving nuttig en noodzakelijk om ook dit stuk snelweg ook nog eens opnieuw te gaan ondertunnelen. Kwestie dat men ook doorgeeft dat het dus niet is omdat er al wat groen is, dat dat dan zou betekenen dat die snelwegen er dan maar kunnen blijven. Nee, ook daar is men al een stap verder. Ook daar zegt men van, wij willen van dat ding af, wij willen nog meer leefbaarheid in onze stad. En dus een heel project is daar aan de gang om tot die 4800 meter ondertunneling aangesloten te komen. Nog een beeld van Hamburg over de ontwikkeling en dat groenpark dat er zal ons aankomen.
Het meest spectaculaire in de rit is wellicht Boston, de Big Dig, 5600 meter, waarbij dat dus de snelweg die dwars door de stad ging onder de vorm van viaducten, volledig is afgebroken en vervangen door tunnels. Een echt technisch staaltje in de zin, en dan ging het dan nog over staal, het woordkeuze is ook nog leuk, maar je moest de bestaande structuur behouden en ondertussen een nieuwe maken. Dus behoorlijk ingrijpend. Hier zie je nog een beeld van een aantal beelden van de viaducten in Boston zoals dat ze waren. En dan moet je dus voorstellen dat dus men tunnels gebouwd heeft onder die viaducten, terwijl dat die nog in werking waren. Hier een prachtig beeld van wat een mooi gezellig uitzicht dat je hebt als werkplek. En hier zie je dus een paar beelden van de werkzaamheden. Hier zie je dus de tunnel die gebouwd wordt en gelijktijdig moet de viaduct gestund worden. Dus er zijn in de kranten wel artikels te vinden van een aantal moeilijkheden die dat teweeg gebracht heeft. Ja, je zou verminderen. Ik bedoel, dit is echt wel een huzarenstukje aan techniciteit om die mobiliteit ter plekke nog mogelijk te houden en ondertussen tunnels te graven. En eerlijk gezegd, de problematiek die zich zal voordoen in Antwerpen, wanneer dat een doorgaande snelweg wil nog bijkomend gaan aantakken en ondertussen de ring laten blijven functioneren, is wat mij betreft vragen om moeilijkheden. Ik zou zeggen, keep it simple. Was het een big dick hoe dat het vroeger was en hoe het vandaag is. En dan krijgen we nog een paar beelden, hier ook nog eens. En vandaag een heel andere situatie, weg die viaducten. En Boston is een andere stad te worden en ik hoef u niet te vertellen, u kan het wel best zelf wel voorstellen, dat de mogelijkheden, zelfs de waarde van vastgoed, dat die ontzettend zijn gestegen in die gebieden. De Bjørvika-tunnel in Oslo is een aaneensluiting, ook weer van tunnels, met een totaal van 5800 meter. Leuk is dat deze tunnel dat die gebouwd is door de BAM. Dan heb ik het uiteraard wel over de Nederlandse bouwfirma. Die hebben dus een bypass gemaakt, waardoor dat de snelweg die heel actief aanwezig was in de baai, dat die volledig verdwenen is en uiteraard voor het nieuwe operahuis van Oslo een totaal andere belevenis heeft gecreëerd en een totaal nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het blijft maar dromen. 5800 meter. En zouden we nu nog meer hebben? Maar ja, we gaan naar 8400 meter en we gaan naar Seoul. En tenminste, als de uitspraak correct is, volgens Google vertaler heet dit Gyeonggi-cheon. Ik heb daar een beetje op geoefend door. In Seoul een viaduct over een afstand van 8400 meter. Die de snelweg is naar de binnenkant van de stad. En wat zegt Seoul? Gedaan daarmee. Weg daarmee. We breken dit af en we gaan dat riviertje dat daaronder zit, dat gaan we terug blootleggen. Dus dit is het project geworden en dit is ook gerealiseerd. Hier zie je een beeld, toch behoorlijk apocalyptisch, tijdens de werkzaamheden. En dan hier nog een over de evolutie van het project. En vandaag de dag ziet Seoul er zo uit. Weg die viaduct, 8400 meter. En wat heeft men vastgesteld? Want uiteraard, het is een ingreep die wel zijn invloed heeft op het verkeer. Wel, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat men 10% minder autoverkeer heeft in de stad. Mensen zoeken gewoon op een andere manier een weg. We zijn uiteraard openbaar vervoersnetten aangelegd. En dan heeft men als memorie, heeft men aan het begin nog een paar van die pijlers laten staan om eigenlijk duidelijk aan te geven wat een wereld van verschil dat men in Seoul gerealiseerd heeft. Tot slot, Madrid, 12.000 meter, de Calle Trente. Project waar Manu en ik een aantal jaar geleden naartoe zijn getrokken samen met een panoramaploeg. En die nog behoorlijk wat teweeggebracht heeft bij onze vrienden van de BAM. We krijgen daar ook een aaneensluiting van snelwegen, tot 12 kilometer in totaal, in het centrum van de stad, ook weer
ter hoogte van de rivierbedding, met dan nog een bypass Sjoerd 4,2 kilometer boortunnel die is gebouwd. Wat was de opmerking van de bank toen? Want ze waren er als de kippen bij om te zeggen dat dat uiteraard weer geen goed voorbeeld was en zo verder. Zij gaven ons uitdrukkelijke opmerking, daar rijden geen vrachtwagens in. Gelijk hebben ze natuurlijk. Maar laat dit nu net het punt zijn. Als we willen nadenken over een overkapping van de ring in Antwerpen, in de situatie zoals ze is, met alle op- en afritten, wel, in Madrid kan het. Maar het kan omdat er geen vrachtwagens rijden. Met andere woorden, als we geen bypass maken omheen de stad, dan kunnen we ook de ondertunneling, zoals dat ze vooropgesteld wordt door Ringland, kunnen we niet realiseren. Met een Meccano, met elke bypassoplossing, kan het wel. Wanneer je doorgaand verkeer en de vrachtwagens terug naar de ring van Antwerpen brengt, is het niet mogelijk. Hier zie je nog een paar beelden van de Calle Trenta, de boortunnels, die zelfs op twee niveaus zitten, waarbij dat op het onderste niveau de hulpdiensten rijden, om je maar te zeggen hoe veilig die dingen zijn. Nog een oud beeld van de Calle Trenta en hoe dat de rivier eigenlijk het speeltuin was van de snelwegen. En dan vandaag hoe dat het opnieuw een speeltuin is geworden van de kinderen die in die buurt wonen. En dan is het West-Achten Nederlands ontwerpbureau die eigenlijk de volledige planning gemaakt heeft van de tuinen rondom en rond de Calle Trenta. Een beeld om nog maar eens een technisch kunnen te tonen, dus daar net even ook al aangehaald, de Avenida de Portugal, waar de M30, de verkeerswisselaar, samenkomt. Het hele netwerk is volledig ondergronds gegaan. Waarom is het mogelijk? Opnieuw, ik zeg het nog eens, omdat er geen vrachtwagens rijden. 12 kilometer Madrid. En dan een prachtig plein daarover, hieronder razen wagens. En hierboven hoor je niks, zoals Dirk daarnet ook al vertelde. Zo zie je maar over de hele wereld, waar dan je ook kijkt, overal wordt gezocht naar oplossingen om snelwegen uit de stad te halen. En anderzijds, waar zitten we in Antwerpen? In diezelfde tijd, 2012, wanneer dan het congres doen, is er ook nog een boekje verschenen. The Life and Death of Urban Highways. Een beetje een titel die verwijst naar een andere grootheid, Jane Jacobs, met haar boek The Death and Life of the Great American Cities. Wat interessant is, is dat in het voorwoord van dat boekje, The Life and Death of Urban Highways, staan de zinnen die het eigenlijk allemaal vertelt. Dat vandaag de dag het weghalen van snelwegen in de stad, dat daar geen kwestie meer is van technische problematiek. Het is vandaag een kwestie van een goed project te hebben. En laten we zeggen, Ringland, Meccano, dit zijn goede projecten, dus die dingen hebben we. We hebben ook nog eens een gemeenschap nodig die er wil voor gaan. Deze zaal bewijst het. Het enige wat we vandaag de dag en al 17 jaar lang in dit dossier missen, is de politieke wil. En dan wordt mij vaak de vraag gesteld, Peter, wat zijn daar de oorzaken van? Hoe komt dat? Eerlijk gezegd, ik tast ook een beetje in het duister, maar er is een tipje van de sluier opgelicht in een artikel dat recent is gepubliceerd in de Standaard van de hand van Bart Brinkman, waarin dat hij op zoek gaat naar de karakteristieken van kabinetchefs. En over de kabinetchef van Chris Peters wordt gesteld dat als het dan gaat over straten-generaal, dat het schijnbaar in de ogen van die man beter is om een organisatie als straten-generaal te bestrijden dan om ermee te praten. Mijn advies aan de minister-president is voor de volgende verkiezingen dat hij zich alsjeblieft laat omringen met andere raadgevers. Wat is er intussen gebeurd? In Antwerpen, Dirk heeft het er ook al over gezegd, wat heeft de banden van de laatste 4 jaar gedaan? Wel, zij hadden al een mooie R1 plaza gemaakt, zoals ik het noem. Ik ben daar een beetje voor bekend, dan komt er een nieuwe tekening en dan ga ik die daarover leggen en dan gaan we gaan vergelijken. En ik moet eerlijk zeggen, eerlijkheidshalve, er is 20 meter bijgekomen. De BAM gaat overkappen aan een ritme van 5 meter per jaar. Dus wat de ring betreft, met de BAM zullen we het niet halen. Ringland daarentegen, het kan dus wel. En dat is uiteraard een project waar dat we wel willen voor gaan. Ik
Ik wil alleen er dus aan toevoegen, zoals dat ik net zei, als we Rietland willen realiseren, zal er een tegenbeweging moeten komen en een beweging die heel uitdrukkelijk stelt: we kunnen alleen maar overtappen wanneer dat we het doorgaand verkeer weghouden uit de stad. Ik dank u. Vaak heeft moeten missen, en dan hebben wij voor vanavond een bloesje.